Eifel heeft nog een leuke werkplek voor financieel professionals. Kijk op eifel.nl. Dames en heren, goedenavond. Straks om 9:15 is er weer een uitzending van Studio Sport. Daarin opmerkelijk voetbalnieuws. De start van de Giro d'Italia. Er is turnen, de grote korfbalfinale in Ahoy Rotterdam. En kunnen de Nederlandse badmintondames blijven stunten in de Uber Cup. Studio Sport is er over ongeveer 3 kwartier. Na Dit Was Het Nieuws. Goedenavond, Karel Appel is overleden. We willen van dit moment gebruik maken om ons medeleven te betuigen aan de redactie van het Klokhuis. Dit was er nog meer in het nieuws. Erik de Vlieger durft ondanks dreiging liquidatie toch naar buiten. Ajax-bestuur oefent op ontslag Danny Blind. Na Marokkaans kransvoetbal opnieuw ontluisterende beelden van de dodenherdenking. En voor de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen, nog 1 keer. Nu de rest van het kabinet nog. Maar goed, zo blijf je natuurlijk wel in het middelpunt van de belangstelling. Overigens, vanuit de NBA is nog steeds geen belangstelling getoond voor onze minister-president. Welkom bij een nieuwe serie van Dit Was Het Nieuws. En we wensen alle burgemeesters naast een privéchauffeur ook wat ruggengraat toe. Dit zijn de gasten van vanavond. Naast Raoul Heertje, een man die van alles heeft gespeeld. Van linkse acteur tot rechtse politieagent, Peter Faber. Naast Jean-Jaap, een man die al jaren op tv is, maar er wordt bijna nooit iets van hem herhaald. Harmen Siezen. Ik ben geen Hemingway, ik ben de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Voor Jan-Jaap en Harmer. Militairen. Militairen heb je goed gezien. Ja, schieten. Schietmilitairen. Schietmilitairen. Helikoptermilitairen. Ah, ben dit, Bot. Dat is ook een ja, dat is geen militair. Nee. Zo, ook, eerlijk, zo eerlijk open mogelijk zijn. Er wordt nu iets getekend. Iets getekend. Koopcontract. Koopcontract. Er komt heel veel grond vrij binnenkort in Afghanistan. Juist, zij zijn... Zijn de ze zijn niet echt gecamoufleerd Nee. Je ziet ze wel redelijk aankomen. Ja, ja dit gaat over Afghanistan natuurlijk. Ja, maar wat? Nou ja, er gaat een oorlog plaatsvinden. Ja, maar wat heeft Ben Bot daarmee te maken? Nou, die heeft het allemaal toch wel een beetje uitgelokt. Denk je? Nee, maar er is een onderzoek gedaan over Uruzgan, waar we naartoe gaan. Ja. En Ben Bot heeft een contract getekend dat er echt wel degelijk doden zullen gaan vallen. Dus dat heeft hij... Ja, daar zijn gewoon harde afspraken over gemaakt. Ja. En dat het er niet te veel mogen zijn. Nee, maar ze mogen wel weer naar huis komen. Ze mogen wel weer naar huis komen en hoe dat dan gaat, weet je wel. Militaire eer en zo. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is de realiteit. Ja, vlag over je kist. Ja, want het is in Irak veiliger dan in Afghanistan, is er onderzocht. Ja. En wij hebben 1400 militairen gaan wij sturen. En de Taliban heeft 200 mensen daar naartoe gestuurd. Dus het is wel duidelijk hoe ze over ons denken. Dus dat gaan we ook onze sloffen natuurlijk verliezen. Ja, het probleem is toch een beetje dat we gaan naar Uruzgan. Maar het wordt daar gewoon steeds gevaarlijker. En moet ik nu wat zeggen? Nou ja, dat is wel een beetje het kwelletje, maar dat moet je ook allemaal zelf, weet je. Ik hoef niks te zeggen. Nee, je kan hier ook lekker zitten ontspannen. Ja. Dan, Dit deal sluiten, dat was met Pakistan, hè? Ja. Dat is zo grappig, dat is grappig, want Pakistan, dat is een enorme hufter daar, die leider.
Maar dat is dan onze vriend ineens. Want die helpt ook een beetje tegen de, zogenaamd tegen de terroristen. Dus aan de ene kant helpt hij de terroristen. Aan de andere kant helpt hij zogenaamd Amerika en het Westen. En dan krijgt hij weer geld en zo. En nu is gebleken dat Pakistan gewoon allemaal wapens en mensen daar naar binnen laat. Dus nu heeft Ben Bot, die gaat er dan naartoe. En dan met zo'n hufter een deal maken van, nou, gaan we niet meer doen. Hè? En dan denkt hij dan echt dat die man zo aan houdt? Jij bent ietsje ouder, je hebt meer levenservaring. Denkt die man nou, ik fop mijn Nederlands publiek, of wordt hij gefopt? Het is een toneelstukje, protocol. Van, we doen dit en dan kunnen we het naar buiten sturen. En dan zegt iedereen, oh ja, er wordt dan gewerkt. En dan gebeurt verder geen regel. Hij weet dat er geen regel is. Dat weet hij toch? Ja, maar je kan wel concluderen dat het behoorlijk mis is daar in de regio. En wij zijn erbij. Top! En ja, toch. En daar gaan we erom. Het is gewoon een zinloze actie daar. Dit is gewoon, het is... Wat moet je anders? Moet je dan maar zeggen, weet je wat, Taliban, hup, blazen al die schitterende antieke dingen maar op. Het probleem is, de Amerikanen zijn er weg. De enige die echt kunnen beuken zijn de Amerikanen, maar die zijn naar Irak. Ik zag, er was ook een generaal zag ik op tv, of zo'n kolonel, en die zei van, ja, je moet, die baas, die zei, die begon nu al te zeggen, ja, we moeten rekening houden, we willen natuurlijk niet, we doen er alles aan, maar er gaan zeker mensen dood. Dat zei, jij zegt dat een beetje grappig, maar hij zegt, dat dit is de baas, die zegt gewoon, ja, er gaan zeker mensen dood. Ja, maar dat is niet een Nederlandse baas. Het is een internationale waarneming. Alleen dat onderzoek had eigenlijk moeten plaatsvinden voordat wij besloten om daar mensen naartoe te sturen, toch? Ja. Nee, maar dat was toen ook al redelijk bekend, hoor, dat het daar redelijk gevaarlijk was. Ja, het wordt steeds gezegd, we hebben nooit ontkend dat het gevaarlijk was. Dus, Nee, maar ze willen opbouwen en ze zeggen nu al, er wordt niks opgebouwd. Het is alleen maar Taliban. Onderdrukken en uitroeien. Ja. Zo is het. Maar het was goed. Minister van Buitenlandse Zaken Bot reisde deze week door Pakistan om diplomatieke steun te verkrijgen voor de Nederlandse missie in Afghanistan. Tijdens zijn bezoek werd Bot geschoffeerd toen hem te verstaan werd gegeven dat men nog beter moslims kan vermoorden dan afbeeldingen van de profeet Mohammed te maken. Ondertussen groeit het besef dat de Nederlandse missie in Uruzgan zeer gevaarlijk is, mede vanwege het grote aantal zelfmoordaanslagen dat in die provincie plaatsvindt. We hebben niet veel grappen bij dit onderwerp. Het is in het huidige klimaat in Nederland best link om grappen te maken over radicale moslims, of over de georganiseerde misdaad, of over Hells Angels. Wat is die Gerard Joling toch een nitwit, hè? Het vak terrorist is een heel deprimerend beroep. Dit blijkt uit het hoge aantal zelfmoorden binnen deze beroepsgroep. Voor Raoul en Peter, een filmpje. Een filmpje. Torentje, toren. Klein torentje, zwembad. Ik ga je helpen, hoor, maar ik heb geen idee waar we kijken. Verkeer en waterstaat. Ministerie. Moet ik mijn bril voor hebben? Eiburg? Nee. Dit zijn belastingdienst enveloppen. Ja. Dit zijn... Oorlogsarchief? Archief, ja. Of oorlog, of belasting, of... Of gewoon mappen. Mappen. En dit is dit... Ik zie alleen rood, ik heb geen bril op, dus ik zie alleen een rode flik. Sharon Stone. Zag je niet wie dit was? Van het onderwijs. Meneer Van der Hoeven. Van der Hoeven. Die niet meetelt, die niet serieus wordt genomen, geloof ik toch? Zo'n beetje. Wordt hij niet serieus genomen? Nee, een beetje te braaf ter huiswerk doet en zo. Maar niet sterk, geen Verdonk. Ja, die Verdonk die is toch ook niet sterk? Ben jij ook zo'n Verdonk? Nee, maar opvoeding is het een van de belangrijkste dingen. Politici moeten zeggen zorg en opvoeding. En de rest is allemaal hobby, vind ik. Maar je gaat er niet, jij legt nu een vergelijking met Verdonk dat die sterk is. Nou ja, een beetje een grote bek zo'n... focussen. Ja, bang, grote bang, 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 bang. Ja, maar verder zegt ze niks. Het is totaal. Nou ja, ik heb pas die Fred van Beek, die yogaman, die zei, ze is de oermoeder. Daarna krijgen ze heel veel stemmen. Verdonk is de oermoeder? Ja, als er nog iets meer rustig... Van welke planeet? Ja. Gadverdamme. Niet van de planeet. Hij zegt, het is de oermoeder. Van wat? En over Balkenende zei dat is van voor het rechtop lopen nog. Nee. Dat is zij oermoeder. Zo, ja, dat is wel, dat zie ik wel. Als je er wat haar op doet... Dat zit er al, hoor. Die heeft een mening. Ach, ze heeft helemaal geen mening, zeg. Nee, dat hoeft ook niet. Alleen als je maar uitstraalt dat je... Dat je nep, precies. Ja. Oké, nee, dan zijn we. Nou ja, zoiets of dat. Maar dit was ook een moeilijk filmpje, daarom ga ik het maar even verklappen. Het ging over het aantal corrupte ambtenaren. Oh ja, dit is heel interessant. Dit heb ik wel gezien. er is onderzoek gedaan, er zijn steeds meer corrupte ambtenaren. En toen hebben ze gezegd, alleen op het ministerie van Onderwijs... daar is nooit fraude. En dan zegt er zo'n slimme pipo, zegt dan... Dat betekent dus dat er heel veel fraude is.
Want ze zijn nu al zover dat ze zeker weten dat er overal fraude is. En dan zeggen ze, als er dus geen fraude is geconstateerd, dan kloppen de methodes dus niet. Dus hetzelfde wat Bush deed toen hij... Hè, er zijn geen wapens, massavernietigingswapen in Irak. En toen zei hij, ja, die hebben we niet gevonden. Dat is dus een teken dat ze ze wel hebben, want ze hebben ze heel goed verstopt. Dat is in de logica, die kan maar toch corrupt, niet? Want je zag ook verkeerde waterstaat. Ja. Maar dat zeiden ze allemaal, het heeft met Schiphol, met die wegen te maken. Toch? Ja. Dus er wordt gewoon... Betrouwbare figuren daar. Wel? Ja, toch? Jij gelooft er allemaal in? Ik geloof er overal in. Maar wat uit dat torentje? Ben je ook door, omdat je alles al 100 keer gezien hebt, dat je denkt, ja, dit is weer zoveel fraude, weer een fraudezaak, weer Irak. Ja, eigenlijk wel. Het wordt vervelend op het laatst. Ja? Verzin nou eens iets leuks, denk ik. Had je echt nieuws wat je voor moet lezen, dat je echt de eerste soort walging weg moest slikken? Van, ach, ja, dat weer? Weer fraude. Ja? Weer Prinsjesdag. Ja, dat. Weer Sinterklaas. Echt waar? Je bent een hele vrolijke man. Ja, ben ik ook. Zie je dat niet? Staal ik dat niet uit dan? Jawel, maar het is allemaal... Nee. Ja, weer maar bijvoorbeeld 11 september, dat vond je dan wel leuk. Want dat was natuurlijk nog nooit... Dat is anders. Dat is wel anders, een apart dingetje. Maar corruptie? Ja, nou kijk, corrupte ambtenaren, dat zijn gewoon mensen... Kijk, er wordt wel gewerkt. Weet je, wat nog bizarder is, is dat er ook dat soort ministeries... een beetje van die geflipte wijven zitten die dan allemaal minister zijn. Ik bedoel, je hebt Carla Peijs, die is ook verkeerde waterstaat. Die heeft dus gewoon, die roept dan maar wat zo af en toe. Die heeft dus die 80 kilometer zones, nou hartstikke gaaf. Zelf geopend, uitje, hoedje ook, topmiddag. En dan een jaar later is het gewoon weer weg. Zelf sluiten, hoedje ook, hetzelfde hoedje, topmiddag. En nu, ze heeft ook gezegd dat je dus bij files mag je over de vluchtstrook rijden. Ja, gaan we lekker over de vluchtstrook, heeft ze gezegd. En ambulance moet het niet meer allemaal zwaailicht aandoen, want dan vallen ze te veel op. Je hebt geen idee wat je nu zegt, gewoon. Zij heeft waarschijnlijk nog nooit in de file gestaan. En als ze erin staat, vindt ze het super grappig. Goed, joh, toch weer af. Nee, maar... Ja, maar dat is het toch? Ja. Als je over de vluchtstrook gaat rijden, wat er dan voor ongelukken gebeuren. En dan mogen die ambulance niet met zwaailicht aankomen rijden. Ja, dat hoeft ook niet meer, want die kunnen ook niet meer over de vluchtstrook. Nee, precies. Nee, niet meer door. Dus dat... nee. Ja, en dat alleen met de vrouw, is dat exclusief? Nou, wel op verkeerde waterstaat. En uiteindelijk worden ze allemaal burgemeester van Almere, maar... dan wordt iedereen uiteindelijk, toch? Gelul of zo, ik weet niet. Gaat dat ooit ophouden, Peter? Corruptie? Nee, corruptie is ingebouwd. Ik ben zelf ook corrupt. Ik bedoel, je bedoelt het goed en het gaat steeds toch een beetje mis. Vertel eens. Bijvoorbeeld de blauwe enveloppen die bij mij altijd binnenkwamen, die gingen de voordeur in, achterdeur eruit. Dat ging jaren in, jaren uit. Die corrupt is vrij dom. De dom. Ja. Ja. En toen, die krijg je gewoon geld bij. En toen eindelijk na 5 jaar zat er een man aan vast en toen en die zei Fabio, je moet betalen. En toen gat in mijn hand. Ik zeg, je hebt geen geld. Ja, ik heb altijd wel geld, maar het is ook meteen weg. Dus ik moet altijd balanceren. En balanceren is misschien een beetje corrupt. Een beetje wat nemen en wat geven. Wat kom je er dan mee weg? Zeggen ze, raar acteur. Nee. Ik kreeg een gepensioneerde belastingdeskundige met een hobby astrologie. Die zei, ik ga je helpen, maar ik trek even je horoscoop. dan weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb. En die zei, goh, weegschaal, mooi teken. Van de grootste puinhoop maak je iets moois. Van iets moois maak je de grootste puinhoop. Ja. En hij zei, je bent waanzinnig ambitieus. Want ik dacht, gadverdamme. Toch? Gadverdamme, ellebogen. Hij zegt, nee. Ambitie is je kapitaal. Ambitie is niks anders dan lust. Passie. Tot werken, lust tot doen en zo. En als je die lust geeft, die energie, dan krijg je altijd dingen terug. Geld, dus opgepotte energie, relaties, roem. Nou, in de bladen wel eens staan dat ik 4 keer getrouwd ben. Ook voor de mensen die de bladen nooit lezen. Dat klopt, ik ben 4 keer getrouwd. Dat moet je niet nadoen, kost een hoop opgepotte energie. Maar... Het aantal ambtenaren bij ministeries dat zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of corruptie is in 2005 meer dan verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. Vorig jaar traden 136 ambtenaren de regels met voeten. Een jaar eerder waren dat er nog maar 59. Alleen bij het ministerie van Algemene Zaken en bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werden in 2005 geen ambtenaren betrapt die het niet zo nauw namen met hun integriteit. Dat is ongelofelijk. Ze zijn daar zelfs nog te lui om corrupt te zijn. Een corrupte ambtenaar is bijvoorbeeld iemand die een woning toewijst aan een vriend die eigenlijk nog niet aan de beurt is. Een ambtenaar die dat niet doet, die is niet corrupt, dat is een smerige matennaaier. Ja. Voor beide, nog een filmpje. Ja, dat is... Oh, wow. Moord. Ja.
Kennedy 23 november hoor ik hier. 1963. Oh, ja. Het eerste programma werd ja, ben je nog precies waar ik was? Ik ook. In de wieg. Dus één van de acht. Nee, dit zijn allemaal moorden, toch? Ja, allemaal moorden. Wat is hier? Wat is dat hier is de hemel waar ze komen. Oh, wat is dat dan? Er ligt ook een gast in het water, ook vermoord. Moord op een walvis. Stille tocht Elvis. Elvis, ja. Uitgezongen, zijn broer. Nou ja, dit is toch... Dit is toch niet een lookalike... Niet lookalike... Oh, Elvis is alive. Jezus, ook vermoord natuurlijk. Reïncarnatie, ja. Ja. Maar 23 november heb je ook nog nooit gezien, natuurlijk. Kennedy vermoord. Nee. Als journaal lezen. Nee, nog nooit. Was het toen ook al een journaal lezen? Ja. Ja, jezus. Nee, toen was ik het nog niet, ja. Hoor. Nee? Nee? Nee, 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 nee. Ik ben van 69 af. Toen was Frits Tors. Frits Tors, ja. Tors was het, ja. Oh, die was leuk. Ja. Die was goed, hoor. Maar die was alleen zwart-wit, hè? Die bestond alleen in zwart-wit. Ja, die is nooit in kleurtje opgetreden. Nee, die is nooit... Maar dit zijn allemaal moorden. En die moeten wij nu oplossen. Wat is een beetje... ik weet er zes daders, weet ik. Nee. De hele avond de tijd. Nee, dit gaat waarschijnlijk over Peter R. de Vries. Want die verveelt zich. Hij wilde... Eerst was hij gewoon moorden oplossen in Nederland. Een beetje graven in een tuintje. En dan, nou, dat was leuk. Toen zei hij, nou, ik verveel me een beetje. Ik ga Nederland redden. Nou, dat had... Ondanks dat er in Nederland toch een boel gekken wonen, hadden mensen daar geen zin in. Dus hij gaat niet Nederland rennen. Ja, deed het niet. En toen dacht hij, shit, ik moet toch wat doen met mijn leven. Ik ga moorden oplossen, maar grote moorden. Dus nu heeft hij Kennedy heeft hij een heel documentaire over gedaan... Die, met allemaal feiten die al bekend waren. Maar hij heeft ze in een andere volgorde. Hij zei, ja, maar in deze volgorde heeft nog nooit iemand gezien. En daar was misschien wel een reden voor, dat het de verkeerde volgorde was. Maar in ieder geval... Daar heeft hij 2 uur over gedaan. Dat is toch, en dat was toch weer een programma. En hij gaat nu ook dus die andere moorden misschien... De moord op Jezus. Elvis, nee, Elvis Presley is niet vermoord. Ja, dus maar Elvis steeds... is toch gewoon dood gegaan? Nee, nou. Nee. Maar de verhalen zijn altijd volgens mij... Hij was nog niet dood. Of er waren al verhalen dat hij niet dood was. Dat hij optrad nog. Dat hij optrad of in een super, dat hij in een supermarkt rondging. Gesignaleerd was bij de jail. Ja, maar dan denk ik van als je nou Elvis bent en je bent dood... Maar je bent niet dood. Je doet net dat je dood bent. Dan ga je toch niet daarna in de supermarkt rondlopen? Met zo'n pak. Of hij moet gerukt zijn. Nee, je wil dan niet dat mensen het weten. Nee, ik begrijp het gewoon niet. Wat is nou? Hij had eten nodig. Hij was toch heel dik in die tijd. Ja, je hebt toch gewoon een ander pak? Je gaat toch niet met een gitaar en een pak en een zingend? Nee, ik ben er niet. Nee. Nee, maar wat denken mensen? Wat is... Stel nou, we gaan ervan uit. Hij leeft nog. Ja. Waar zou hij dan zijn, denk jij? Toch niet, gaat hij toch niet daar rondlopen als Elvis? Ik denk dat als hij nu nog leeft, dan is hij nu dood, denk ik. Qua leeftijd? Ja, dan zou hij nu 104 geweest zijn. Ik heb geen idee, maar wel veel te oud. 104. Zo oud was hij toch nog niet? Nou, nee, nou. Hij is 40, toch? Toen hij stierf, was hij 41 of zo? 42. 42, ja, zie je wel. Ja. Nou, dat was in 1978. 77. Ja. Ja, de tijd gaat hard, hoor. 30. Nou, was hij nou dik in de 70 had gekund nog, ja. Het schijnt dat René Vroge ook nog leeft, hè? Echt waar? Ja, dat wist ik ook niet. Nee. Ik zag hem laat. De laatste keer dat hij weer naar huis had. Dat zou niet. Ja. Dat is naast zijn dood gemaakt. Dat moet ze ook nog maar zijn. Maar wie heeft de Peter R. de Vries bekeken, behalve Roel? Jullie nog? Nee, ik heb een stukje gekeken. Maar toen had ik... Ja, ik zag dingen die ik al had gezien. Heb jij het gezien? Nee. Nee, ik heb hem niet gezien. Maar wel, nee, ik heb wel een stukje, maar ik zag dit met die auto weer. Nee, dat was net, hoor, hier. Ja, maar ik... Ja, met die auto, dat je... Ik denk dat jij die gaat oplossen, dit. Misschien nee, heeft die auto en toen, dat, die auto en een dagje... Ik dacht altijd dat... ja, dit is nieuw voor mij. Ik dacht dat de Jackie Kennedy wegvlucht. Dan krijg ik ook een kogel. Nee, ik hoor het commentaar. Zij proberen de hersenen van hem van de motorkap te pakken, van de dinges te pakken. Ja, ja, verschrikkelijk. Nee, maar als hij over de vluchtstrook was gegaan, was het niet gebeurd. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Het is toch wel ook een erg verhaal, toch? Het is gewoon zo'n moord. Iedereen weet dat er iets raars aan de hand is. En dat het alleen maar door hele machtige mensen kan zijn verdoezeld. Ja. Dat is toch, ik vind dat echt nog steeds... Maar hebben jullie wel met die conspiratie? Corruptie is gewoon standaard. Je moet ervan uitgaan, alles is, als het nodig is, corrupt. Daar moet je van uitgaan. En dan wordt het veel normaler, het leven. Maar kan je dan nog ergens in geloven? Dan word je toch heel zuur? Ja, je moet geloven in corrupt en niet corrupt.
Maar wie is dan niet corrupt? Hoe weet je of niemand niet corrupt is? Iedereen is corrupt. Jij Harm Aziz is niet corrupt. Ja, ik ook. Nee, dat kan je zeggen. Ja? Er was een keer een enquête geweest wat het meest betrouwbare televisieprogramma was. Dat was het Journaal. Ja. En toen daar nog uit wie de meest betrouwbare presentator was. En dat was ik. Dus ja. Maar wat dan, wat heb je dan nog om voor te leven? Ja. En die keer dan dat je in een wielrennersbroekje je hebt gepresenteerd? Ja, maar dat zag niemand. Dat zat onder de tafel. En dat is toch nou een klein gek doen. Ja, voor mezelf vond ik dat leuk. Ja. Ik heb het nog nooit verteld tegen iemand. Dus, oh, nee. Nou, niemand vertelt. Nee, oké. We houden het onder ons. Ja, alleen een wielrennersbroekje, dat was het gekst? Of, ja, dat was... Ja, dat zijn er nog andere dingen? Luiers? Nee. Wat ben je nou al vies polletje stijf, man? Die man komt hier op bezoek, je zit ook aan je eigen gore fantasie op hem te projecteren, zeg. Zeg eens dat namens jezelf, peniscoop. Zo onmogelijk, maar luiers. Ja. Sorry, Harmen, nee. Peter R. de Vries kondigde deze week aan dat hij weet wie de moord op JFK heeft gepleegd. Namelijk... Een man die beweert dat de moord een samenwerking was tussen de maffia en de CIA. Deskundigen die dit geen goede theorie vinden, worden door Peter R. aan de kant geschoven, omdat zij net als de pers in een complot zitten of naïef zijn. Mijn moeder weet nog precies waar ze was toen ze hoorde dat Kennedy was vermoord. En waar ze was toen ze hoorde dat John Lennon was doodgeschoten. En waar ze was toen ze hoorde dat Lady Di was verongelukt. Ze zat in de groene stoel voor de televisie. Wel jammer voor Peter R. de Vries dat de man die in het programma bekende JFK te hebben vermoord, later ook verklaarde JR te hebben neergeschoten. De hersenen van JFK zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn later nog wel gezien in een aflevering van MASH. En nu schijnen ze het brein te zijn achter de hereniging van Luf. Dus dan na de eerste ronde is een Van Gogh verkocht voor 32 miljoen euro. En hier hebben beide teams 4 punten. Als je 5600 hennepplanten in je kelder hebt, heb je dan hele relaxte ratten. Maar dit even tussendoor. Net als de tussenronde, beide teams krijgen een foto te zien. Daar moet een onderschrift bij. En aan het eind van het programma vertellen zij ons wat ze hebben bedacht. Voor Jan, Jaap en Harmer. En voor Raoul en Peter. Als het volstrekt schone geweten van Nelly Kroes, liegen wij onze tweede ronde in. Opmerkelijke koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond hieronder? Voor Raoul en Peter. Als hij het kan. Als hij het kan. Als hij het kan. Ik zie het in sport. Ik denk aan sport. Als hij het kan, ga ik ook springen. Als hij het kan, kan ik ook trainen. Als hij het kan. Maar heb je ook niet. Toen jij begon met je carrière, dacht je toen ook van. Je zag iemand op het podium en dacht. Nou. Als dat kan, dan kan ik ook nog wel een keer op een podium. Dat had ik vroeger wel, moet ik zeggen. Ja? Nee, ik zou altijd zwerver worden of dokter. Zwerver of dokter? Ja, dat vind ik wel, snap ik wel, zwerver of dokter. Kijk, dat is heel raar. Nou, de flying dokter. En bij toeval, en toen zei de kapper, zegt nee, je moet niet gaan zwerven, je moet auditie doen voor het openluchttheater Midsommernachtdroom. Ik dacht, die man is gek geworden. Maar hij zei, dat moet je gaan doen. Nou, ik kende het openluchttheater wel van de gewarde dingen en lampen en gezellig en meisjes. En het zag altijd gezellig uit. Lamp in het openluchttheater? Ja, en dan zorgde hij dat die lampen uitvielen. Allemaal onzin natuurlijk. En toen deed ik auditie. Frans het Hoen, die man is nog later een regisseur, die is lachend in zijn bed doodgegaan. Die kwam applaudisseren in zijn bed overeind. Ha, 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 ha. En toen was hij dood. Dat was de regisseur. Echt gebeurd. Mooi verhaal. Ja, en toen stond ik in het plat Amsterdam. Wat is een mens als zijn voornaamste handelswaar, zijn leven, slapen en eten is? Een beest, meer niet. Want de schepper die hem zo denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft ons dat vermogen, die goddelijke reden, niet toebedeeld, opdat het ongebruikt in ons verschimmelen zou. Shakespeare. In het plat Amsterdam, ik werd aangenomen en toen kwam ik in een andere wereld. En toen dacht ik altijd, zij zijn gek of ik ben gek, het doet er niet toe, maar ik heb... Zo'n lekkere familie, zo lekker met elkaar. Leuk. Ja. Dus zo kwam ik aan het toneel. Mooi. Ja. En nooit meer gedacht, toch zwerver? Nu zwerf je van, dan zit je hier en dan weer daar en zo. Maar je had echt serieus ook in je hoofd van, ik moet misschien een zwerver worden? Of? Weg van huis. In huis vond ik klein, benauwd en zo. Corrupt. Alles is tenslotte corrupt. Ja, ik wou het weg, ja. Als hij het, maar het kan. Durf ik nou, als hij het kan, goed dat je geen dokter bent geworden dan als je daar last van hebt. Het is maar goed dat je geen dokter bent geworden als je daar last van hebt.
Van corruptie? Nee, 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 van het gevoel van, oh, ja, moet je weg. Dat er een patiënt gewoon ligt dat je, oh nee. kijk maar, claim maar aan. Hier is een ding, steek hem maar ergens in. Ja. Ja. Maar als ik dacht, ja, die wil echt wel minister-president, wil ze echt worden. Ja. Wat ik dan eigenlijk waar ik wel weer benieuwd naar ben of zo. Echt? Oh, sorry, nou, voor een dag, voor een dag. Gewoon dat je een dag, ja, gewoon een dag pakt, dat je, ja, dat je een dag neemt dat zij minister-president is. Ik vind dat zo, het is ineens in om tolerant tegenover die vrouw te zijn. Nee, hoor, nee, ik heb er last van. Nee. Ik vind haar zo fout als een deur. Ja, ik ook. Nee, wat ze doet, ja, ik ben helemaal eens. Nee, ja, maar dat vind ik zo raar, dat ineens om me heen hoor ik al mee. Ja, zeur niet eindelijk als iemand die wat zegt en daar ook voor gaat. En dat is echt entertainment. Entertainment, John de Wolf. Oh, dat is het. Gaat het al? Nee, we gaan het toch niet daarover hebben, hè? Wij willen over Verdonk praten en het gaat nu gewoon over John de Wolf. Ja, omdat het dansen is zeker heel populair of zo. Maar je hebt ook een Rotterdammer, die heeft de hele John de Wolf op zijn rug getatoeëerd, hè? Ja, ja, op zijn rug, hè? Op zijn rug, hè? Hé, hey, maar hij was nou... Nou, dus het is zo goed, hij is een tonic weg geworden. Dat lijkt wel weer. Ja. Ik heb last van mijn rug. Oké, ga maar op je rug liggen. Heb jij een dansles gezeten, Arne? Ja, ik geloof het wel. Jij kan dansen? Ja, kon. Nee, maar ik heb wel... Ja, dan moet je, maar je moet ook afdansen dan. Ja. Dat is echt verschrikkelijk, hè? Is het ook, ja. Met zo'n nummer achterop. Ja, dan moet je toch een nummer achterop? Nee, dat is voor professionals, maar gewoon op maar school. Maar heb jij geleerd, dat was vroeger toch in je opvoeding? Zat dat dat zat die opvoeding op ik heb het op de Apollolaan geleerd zelfs, in Amsterdam. Maar wat een mooi meisje. Was het een tango? Ik denk dat ze nog leeft, maar het was een heel mooi meisje. Je denkt niet dat ze nog leeft, want? Ik ben niet met haar getrouwd. Niet. Ja, nee, dan... die is helemaal dood, hè? Dat is garantie tot leven, trouw met haar precies. Ja, het staat ook altijd in de rouwadvertentie van niet getrouwd met haar muziek. Dus overleden. In plaats van dansen. Ja. Dus vrouw die zelfmoord pleegt, heb je afgewezen. Eigenlijk. Ja. Maar een mooi meisje. Maar het is, kijk, ik was 1,43 meter in die tijd. En dan heb je toch maar een klein segment meisjes waar je uit kan kiezen. Want denk je dat het daar zo dansen met een vrouw die dat je zo, ja, dat je een draai maakt, maar dat je denkt, ik weet niet waar ik ben. Jij was in die tijd 1,43. Je bent ineens gegroeid. Ja. Nou ja, ik was een klein jongetje vroeger toen ik 14. Heb je wel eens? Ja. 14, 13, 14 was. Toen danste ik al. Met een nummer op mijn rug. Ik heb echt een nummer op mijn rug. Wedstrijd. Ja, en dan moet je, en dan ga je wedstrijd dansen, maar dan ga je afdansen. Er staat er echt een jury, zoals ook in dat programma is, geloof ik. En die staan dan met een lijst van wat je allemaal goed doet. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment was ik met mijn danspartner een beetje uit de groep verdwenen, want ik had mijn ruimte nodig. Je stond echt bij de snackbar daarnaast. Ik moest mijn moves maken. En ik stond iets buiten de groep en toen stond de dansweer, die stond op het podium en die keek alleen maar zo naar ons en die zei... Oh. Ah, dat voel je echt kut. Dat voel je een beetje kut. Leuk. Nee, je voelt je... Ja, ik kan wel een ander woord gaan bedenken, maar je voelt lullig. Je... Ja. Echt dan lullig. Lullig. Ja. Het, als hij het kan, artikel over John de Wolf die deze week Dancing with the Stars moest verlaten, maar eerder tegen ieders verwachting in toch steeds een ronde verder kwam. Dit omdat het publiek ontroerd was door zijn underdog-positie. Persoonlijk zou ik geen geld betalen om naar een avondvullende show van John de Wolf te kijken. Aldus presentatrice Sylvana Simons. Ja. Ik vond het zelf wel niks. John de Wolf is inmiddels uitgeschakeld. Ik citeer uit het juryrapport: John danst goed in de maat. Heel knap voor iemand die tot vorige week niet kon tellen. De dansscholen zijn in principe blij met de aandacht die John de Wolf heeft gekregen. Waar ze wel over klagen is de toename van het aantal smerige overtredingen op de dansvloer. Voor Jan-Jaap en Harmen. Luister vriend, leuk tentje, maar het is nou van ons. Onderwereldfiguren lijkt me dat. Hè? Dit gaat Holleder? Over de onderwereld. Nou, Holleder, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Laten we ons op de vlakte houden, want die leeft nog. De ene van de weinigen die nog leeft. Ja, hij is niet met jou getrouwd. Toch leeft hij. Dat is waar, hè? Dat is raar. Ja, ja, ja. Toch een geheime connectie. Ja. Nee, maar dit gaat... dit zijn de praktijken, toch, van de onderwereld? Ja. Wij hebben een teentje. Ja. En dan komt zo'n gast binnen en zegt... Leuk teentje, zeggen wij.
wisten we al. En dan, dan is het opeens van hun. Zo gaat het gewoon. Oh, ja. Ja. Goed, hè? Ja, maar dat heet, afkwersing. Een beetje, ja, wat zwervers ook centraal ook proberen, maar dan met iets meer overtuigingskracht. heb je een euro? Ja, en... heb je een miljoen voor me? Ja, maar dat zijn de trucs. Ze hebben ook de truc met het meisje dat ze zeg maar een zoon van een rijke vastgoedmagnaat of zoiets... die laat ze dan verleiden door een meisje en dan gaat hij daarmee naar bed. Wat alle jongens zouden doen met een mooi meisje. En dan... wat sommige jongens zouden doen met een mooi meisje. En dan... dan gaan ze dus naar die vader toe en dan zeggen ze... ja, je hebt echt een probleem en je moet geld betalen. Ja, zo gaat het. En zo heeft hij 20 miljoen verdiend. Wat vind jij daarvan, Harmen, als objectiviteits... Ik vind het ook. Jij vindt het ook, ja. 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 De zaak Holleder is deze week in het nieuws... omdat steeds meer stukken uit het strafdossier opduiken in de pers. Het citaat, luister vriend, leuk teentje, maar het is nou van ons... is volgens een oud-rechercheur een voorbeeld van de simpele... maar effectieve intimidatie waarmee de bende rondom Holleder... zaken als Japjum in hun bezit kreeg. Ik zie steeds maar dat filmpje voor me van Willem Holleder... die op zijn scooter wegrijdt bij die twee jonge meisjes... Volgens mij is dat een heel oud filmpje, want Mabel ziet er nu heel anders uit. Dat is goed, zeg. Want over die Mabel mag je gewoon alles zeggen. Er gebeurt toch niks? Het schijnt trouwens dat Holleder begin jaren 90... nog de directiekamer van de Tros was binnengestapt met de woorden... wat een kuttent, houd die zelf maar. Oh, de Tros mag je ook alles zeggen. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze Holleder in de gevangenis gaan intimideren. Luister, vriend, leuk kontje, maar die is nu van ons. Zie je me niet lachen? Zie je me niet lachen? Misselijkmakende grap. Hoe is het met de stand? Op het eiland Tonga was er deze week geen tsunami-alarm, maar er kan nog van alles gebeuren. Het is 7-6. Ja. Gooi even tempo erin, dames en heren. Beuken, mensen. Derde ronde. De derde ronde, vier foto's op een rij en één hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de Wouter Bos tussen de bejaarde haters? Vier ingrediënten voor een geslaagd feestje. We zien de heer Mladic. Wauw. En Darfur. En Iran. En het Sint-Radboud ziekenhuis. En wie het weet mag het zeggen. Is het niet dat die Mladic... Die wil moslims vermoorden. Of dat die doodgaat. Ah. Iran wil joden doodgaan. En in het Radboud ziekenhuis, dan gaat iedereen dood. Iedereen dood. Die discrimineren gewoon niet. Ja, het is voor het eerst in de geschiedenis van dit is mij keur gewoon goed. Ik vind het goed. Ja, maar dat ziekenhuis, weet je wat raar is? Die moeten gewoon een hele afdeling stoppen, omdat ze gewoon... Het is afdeling hartchirurgie. Die hebben ruzie. Maar ik begrijp niet. Die hebben ruzie. Snijden. Nee, maar als je nou... Als je nee, maar die hebben ruzie en daardoor gaan operaties mis. Maar wat doen ze dan? Ze zeggen, geef even een hart. Geef lekker een lever. Nee, maar wat gebeurt er? Nee, maar er is toch vorig jaar al is er een onderzoek geweest... dat als je een hartprobleem hebt... en je woont in de buurt van Nijmegen, dat je dan echt vet het bokje bent. Ja. Dus dan moet je naar Duitsland. Daar zitten gewoon hele slechte chirurgen. Ja, dus dan wordt... ja, maar het schijnt omdat ze ruzie hebben. Ja, ze hebben ruzie. Maar je kunt toch niet, als je aan het opereren bent... Je bent toch gewoon een chirurg? Dan doe je toch gewoon je... Ja, maar dan kun je toch lekker niet? Bijvoorbeeld met een ghetto-blaster op de verkeerde OK. Dat doen mensen toch niet? Nou, daar blijkbaar wel. Ze maken elkaar het leven zuur. Ik zou zo graag weten wat het echte verhaal is. Of slecht steriliseren. Nee, dan gaan er ook meer mensen dood. Er gaan meer heel mensen veel dood, schijnt het. Ja. Ja, maar, meer dan in Darfur? Nee. Nee, dat... Nee, nou, dat moet wel heel slecht zijn, maar... ja. Nee, maar het is nu, ze mogen nu... dat is een deel van de oplossing. Jullie nog iets anders? Nou, ik zat wel... Die Iran, die man, die heet Ahmadi Nijad. Maar als je bij al die man al die microfoons zou weghalen... dan zou het een stuk rustiger zijn in het Midden-Oosten, denk ik. Ja, mooie dat filosofische gedachte. Ja. Ik moet af en toe... hij zegt een mogelijk ding. Maar aan de andere kant vind ik het wel grappig als er af en toe een man is... die zich gewoon aan niks houdt. Net als met Berlusconi. Dan zeggen mensen, ja, het is democratie. Je hebt verkiezingen verloren. Zegt hij, ja, nou en? Ja, ik vind dat wel... Dat is hij zegt, ja, je zit in de buurt. Allemaal hadden ze een streefdatum om te halen. Alleen de eerste drie is het niet gelukt... Mladic is niet uitgeleverd. De partijen in Darfur hebben geen overeenstemming bereikt... want dan zou die subsidie weer op gang komen, geloof ik.
En Iran heeft het nucleaire ultimatum naast zich neergelegd. Alleen het Radboud ziekenhuis mag nu zelf gaan bepalen wanneer het weer hartoperaties gaat uitvoeren. De opschorting wordt niet verlengd. Dat was het. Het Radboud ziekenhuis mag nu weer zelf weten wanneer het weer operaties uit gaat voeren. Volgens de chirurgen is één ding zeker. Het wordt in elk geval na het WK. Is de top 3 lijst met aanwijzingen dat er iets mis was met de afdeling cardiologie in het Radboud ziekenhuis. Op 3, de pacemakers hadden minder ritmegevoel dan John de Wolf. Op 2, tijdens een ingreep draaide de cardioloog hondjes van het dotterballonnetje. En op 1, tijdens een operatie werd behalve een nieuwe kamer in het hart ook een dakkapel aangebracht. De eindstand van vandaag. Een minuut gratis winkelen voor het team van Raoul. En een minuut gratis winkelen in Roosendaal voor het team van Jan-Jaap. Het is 9-8. We hebben al gewonnen, mensen. We danken de gasten naast Raoul, Peter Faber. En naast Jan-Jaap, Harmen Cize. Zoals een bewaker zei tegen een politieagent toen ze de 4 mei-kransen in de Sloterplas zagen dobberen. Gelukkig hebben we de foto's nog. De foto van het team van Jan-Jaap. Raymond van Barneveld, tweede bij dartwedstrijd in Tonga. En dit noemen wij pieken op het juiste moment. Daar heb ik dat hele half uur over zitten nadenken. En het onderschrift van het team van Raoul. Ja, die vrouwen hebben daar een tasje. Marokkanen slagen glansrijk voor inburgeringstest langs een handtasje rijden zonder te kijken. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar... Na skateboard maakte Balkenende ook een ritje in haar auto. Nieuwe WK-bal bijna volgroeid. Louis van der Laan werkt ook onder de tafel aan sfeer binnen de partij. Dit was het nieuws. Goedenavond. Bezoek ook onze website www.tros.nl. Goedenavond, zometeen is er weer een uitzending van Studio Sport. Daarin opmerkelijk voetbalnieuws. De start van de Giro d'Italia. Er is turnen, de grote korfbalfinale in Ahoy. En kunnen de Nederlandse badmintonvrouwen blijven stunten in de Uber Cup? Studio Sport is over een paar minuten. Graag tot zo. Ik Vertrek zoekt opnieuw gezinnen en stellen die op het punt staan ons land voorgoed te verlaten. Kent u enthousiaste avonturiers of start u zelf een nieuw leven onder de buitenlandse zon? Laat het ons weten via ikvertrek@tros.nl. Vakantie. Voordelig genieten. Neckerman heeft het grootste aanbod last-minute vakanties. Ga naar je reisbureau of kijk op neckerman.nl. Voor het grootste aanbod last-minute vakanties. Ook Becel Vloeibaar is verrijkt met de goede vetten omega 3 en 6. Die helpen je hart- en bloedvaten gezond te houden. En het belangrijkste, je zet er een heerlijke maaltijd mee op tafel. Toyota presenteert Clean Diesel Power. Heel veel power. 177 pk.
Nu in de ruime Toyota Verso High Performance Diesel. Verso Clean Power 177 pk. Today, tomorrow, Toyota. Met selfie-compact fotoprinters. With Canon, you can. Toyota Verso. Nu als Dynamic met €1.425 voordeel. Mooi gedaan! De beste kwalificatiemomenten van Oranje op 23 unieke DVD's in shirtvorm. Ons shirt is jouw DVD. Elke speler heeft zijn eigen DVD. Exclusief verkrijgbaar bij Bruna en Postkantoor. Kijk hoe Silent Bang dagelijks gebruikt wordt. Hier, deze gootsteen. Even sprayen en kijken hoe het vuil verdwijnt. Na iedere douchebeurt blijven er zeepresten achter. Silent Bang verwijdert zeepresten echt heel gemakkelijk. Er blijft altijd wel een plekje achter. Kijk, deze roestvlek. Helemaal weg. Zeepresten, kalk, hardnekkig vuil, roest. Silent Bang maakt korte metten met dagelijks terugkerend vuil. Ik gebruik nog maar één product en geen 20. Silent Bang. Bang. En het vuil is weg. Ons shirt is jouw DVD. Bestel de hele set op bruna.nl. Douglas heeft de mooiste moederdagverrassingen. Zoals Burberry Brit, nu met gratis body lotion, €29,95. J'adore van Dior, nu met gratis body lotion, €34. Cool Water Woman van Davidoff, €9,95. Kom nu naar Douglas en verras moeder op 14 mei met een prachtig ingepakt cadeau. De primitieve mens heeft er miljoenen jaar over gedaan voordat hij rechtop ging lopen. Maar vanaf 1883 ging het ineens hard. Heel hard. Vooral met een Hollandse homo, sapiens. Die ontdekte toen als eerste het happen naar Pijnenburg. Logisch, want Pijnenburgkoek is heel erg lekker en zit ook nog eens borgen vol.